Kinderorthopedie is zo bijzonder omdat wij een van de weinige klinieken zijn die kinderorthopedie hebben. Er zijn een aantal academische ziekenhuizen die kinderorthopedie hebben, maar het lijkt wel zo te zijn alsof steeds minder ziekenhuizen interesse hebben voor kinderen en kinderorthopedie. En met name ons ziekenhuis met ons vrouw-moeder-kindcentrum is erg geïnteresseerd in kinderen en dus ook kinderorthopedie. Wij hebben op het moment 2 kinderorthopeden die uitsluitend kinderorthopedie doen. Dus het is een uitgelezen gelegenheid voor AJOS om bij ons kennis te nemen van de kinderorthopedie. Want waar je later ook terechtkomt, in welk ziekenhuis, er zullen altijd kinderen zijn. En dan is het gewoon ongelooflijk handig dat je een fellowship of een semi-arts stage of wat dan ook bij ons. En dan eigenlijk het liefst natuurlijk zo'n speciale etalageproject kinderorthopedie doet. En dan ben je dus permanent betrokken bij de behandeling van kinderen. Kinderorthopedie heeft mij eigenlijk altijd wel getrokken. Die keuze bestond eigenlijk dat ik altijd kindergeneeskunde wilde gaan doen. Maar toen ik mijn koosschap kindergeneeskunde ging doen, kreeg ik te maken met heel veel ouders. Dus toen bleek het meer oudergeneeskunde. En naarmate mijn studie vorderde, werd ik toch steeds meer geënthousiasmeerd voor het orthopedie vak. En daar ben ik uiteindelijk ook heb ik voor gekozen. Maar dat kindergeneeskunde is toch al altijd een beetje blijven knagen in het achterhoofd. Toen ik mijn jaar academisch in Maastricht heb gezeten, toen ben ik daar ook meer in aanraking gekomen met kinderorthopedie, omdat het ook eigenlijk een beetje een academisch vak is. Maar in het Maxima Medisch Centrum wordt ook heel veel kinderorthopedie gedaan, met name met het tempo van een perifere tent. Dus dat is veel zien, snel handelen en veel doen met name. En dat met name dat laatste, dat heeft mij heel erg getrokken. En dat heeft ook een beetje de keuze aangewakkerd om hier kinderorthopedie te gaan doen. De etalagestage kinderorthopedie ben je volledig gekoppeld aan de kinderorthopeden. Die hebben 4 dagen per week spreekuur en 2 dagen per week opereren zij ook. Dus eigenlijk ben je constant gekoppeld aan de kinderorthopeed. Daarnaast, als er traumatische letsels zijn van kinderen, die worden eigenlijk uitsluitend behandeld door die kinderorthopeden, dan werk je daar ook aan mee. Dus je doet spreekuur en het opereren. Op die manier, je bent dus de hele tijd bezig met poli, OK, zie je dus ook de mensen die je voor het eerst ziet, op de lijst zet, opereert en vervolgens weer terugziet na de operatie. Dus je krijgt een ontzettende grote exposure van A, ziektebeelden en B, de continuïteit bij de patiënt zelf. En dat is al heel interessant.